Jouw lichaam is een tempel van de godin. En moeder aarde draagt jou en houdt van je. Altijd, elke stap, elke adem. En ik ben Clara Adelena. En binnenkort op 21 januari geef ik de dag van de tempel van de baarmoeder. En ik heb heel veel zin om met jou en met een heleboel vrouwen daar echt het veld van de collectieve heling van vrouwen een stapje verder te brengen. Want dat is waar het over gaat. En centraal staat jouw lichaam als een tempel van de godin. Want dat ben je, dat is je lichaam. En het is alleen wanneer we ons lichaam echt benaderen als een heilig iets, dat zij de diepte ervan kan vrijgeven. Het is anders te kwetsbaar. Het wordt gewoon niet gezien, het opent zich niet. Als wij het met te weinig respect benaderen. We verlangen het van onze geliefdes, geliefden, dat ze ons benaderen alsof we een godin zijn. En deze dag gaan we dat zelf doen. Om dat daarmee helemaal in de energie neer te zetten. Voor onszelf en in het grote collectieve veld. En een heel belangrijk iets op deze dag zal het collectieve helingsritueel zijn wat we doen. En ik wil daar graag wat meer over vertellen. Het is een heel oud iets. In de oude shamanen-priesteressentijd was healing collectief. Het was niet, doorgaans niet één op één met een shamaan of met een priesteres. Het collectieve helingsritueel was een speciale dag, een event, een gebeurtenis. Het werd ook gedaan op een moment dat de maan vol was of nieuw was of een ander opvallend iets aan de hemel gebeurde. En je verzamelde met elkaar bij de tempel. Er waren gebeden, er was reiniging, er was afstemming om te beginnen. En op een gegeven moment ging het over in het collectieve helingsritueel. En wat er gebeurde is dat de priesteressen, shamanen een veld opriepen, samen met de aanwezigheden. En in ons geval zal dat het veld van de baarmoeder zijn. En we roepen de baarmoeder door alle eeuwen heen op, de oerbaarmoeder. De baarmoeder in mij, in mijn dochters, in mijn moeders, in mijn grootmoeders, in mijn tantes, in mijn zussen. Helemaal terug naar het begin van de tijd en helemaal vooruit, 7 generaties en verder. Die baarmoeder. En daar stappen we in met elkaar. En terwijl ik het zeg, kan ik het al voelen. Misschien kan jij het ook al voelen. Als je in dat veld van die baarmoeder stapt, dan voel je alles wat daar is. Je voelt de pijn van alle keren dat de baarmoeder niet geëerd is. Of erger dan dat, misbruikt is. Vernederd is. Ontkend is. Maar je voelt ook de kracht alle keren dat een baarmoeder gebaard heeft. Leven gecreëerd heeft. Alle keren dat de baarmoeder het zaad ontvangen heeft en het wonder heeft laten gebeuren. Je voelt de oneindige ruimte van de baarmoeder. De oneindige ruimte. Je krijgt veel meer binding, voeling met wat je eigenlijk ter draagt in je. En hoe het niet alleen levens baart, maar hoe het alles baart. De baarmoeder, zeggen we in de 13e rite van de Munaiki, is niet een plek om pijn en verdriet op te slaan. De baarmoeder is een plek van creativiteit en nieuw leven. Dat is het teken van deze dag. We zullen ook deze rite doen, de 13e rite van de Munaiki, de heling van de baarmoeder. Maar we zullen ook dit collectieve helingsritueel doen. En daarbij komen nog veel meer energieën vrij. Positief en negatief, om die woorden maar eens te gebruiken. Het gaat alle kanten op. En wij met elkaar als collectief kunnen dat dragen. En dat ervaren is zo sterk.
zo helend, geeft zo'n vertrouwen in de sisterhood, in jezelf, in wat mogelijk is. Wij met elkaar kunnen het dragen. En ik krijg zelf kippenvel als ik het zeg. 10 jaar geleden begon ik ook al met deze rituelen op kleinere schaal. Maar was het nog, je vroeg het nog heel veel, voor je met de groep op dat punt kwam. En inmiddels is ons bewustzijn en onze verbinding en onze vrijheid zo gegroeid. We kunnen dit. En dat wil ik vieren en dat wil ik laten gebeuren. Begin van 2017. De tijd waarin we zo aan het ontwaken zijn als vrouwen, als heilige vrouwen. En onze tempels weer ontwaken en openen. Dus ik voel dat het een heel bijzondere dag zal worden. Er heeft zich al een prachtige groep vrouwen is zich aan het verzamelen. Ik doe het samen met Claudia van het Kaar van het Centrum voor Vrouwen. Het zal in Eindhoven zijn. Ik ben dus Clara Adelena. Ik heb zoveel zin in deze dag. En ik voel de energie al. Elke ochtend verbind ik me er al mee. Dus wees erbij. Welkom. Tempel van de Baarmoeder, 21 januari in Eindhoven. Namaste, aloha en ik hoop tot dan.